merken dat het milieu, Gods creatie, aardig vernietigd wordt. De kerk heeft daarom de taak om mensen ervan bewust te maken wat God voor ze heeft gedaan. Dit zegt dominee Kenneth Cross van de Evangelische Lutherse Kerk bij de afsluiting van de conferentie die de Lutherse Wereldfederatie in samenwerking met de Evangelische Lutherse Kerk in Suriname heeft georganiseerd. De conferentie duurde van 28 augustus tot en met 2 september en werd gehouden in Hotel Krasnapolski. Volgens dominee Cross was deze vergadering een unicum omdat het om 2 pre-assemblies ging. Bij de conferentie zijn namelijk voorbereidingen getroffen voor de 12e Lutherse Wereldconferentie die het volgend jaar in Namibië wordt gehouden. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de viering van de 70ste jaardag van de Wereld Lutherse Federatie, maar ook voor de herdenkingen van de veranderingen die Martin Luther 500 jaar geleden in de Lutherse kerk heeft teweeggebracht. Cross spreekt van een unicum omdat we in Suriname voor het eerst in de geschiedenis 2 pre-assemblies hebben gehouden, namelijk die van Noord-Amerika en die van Latijns-Amerika in het Caribisch gebied. Het algemeen thema was Liberated by God's Grace. De subthema's waren Salvation not for sale, Human beings not for sale en Creation not for sale. Rond deze subthema's zijn actuele zaken besproken tijdens de conferentie. Zaken waar de kerk, die zichzelf ziet als een belangrijke factor in de samenleving, niet onderuit komt, meent Cross. Dat ze respect moeten hebben voor wat God ons geschonken heeft. Verder is het zo, human beings not for sale. Hoezeer komt het ook voor de laatste tijd dat wij te horen krijgen dat er in feite nog een soort slavernij bestaat. Human trafficking, mensen worden als het ware geëxploiteerd. En dat is iets waar de kerk de ogen voor niet kan sluiten. Zo zijn er aan de hand van deze thema's tal van actuele zaken besproken, zoals de vluchtelingencrisis in Europa in dit geval voornamelijk, want er zijn nog anderen. En nog andere crises die er bestaan op het gebied van, waarbij er veel menselijk leed is, oorlogen en andere zaken. Cross zegt dat ook vele regionale thema's besproken zijn, waaronder de economische crisis, ongelijkheid en huiselijk geweld en wat de kerk er allemaal aan kan doen. De resultaten van de conferentie zijn vervat in een eindverslag. Dat verslag gaat naar de Lutherse Wereldfederatie en volgend jaar, wanneer alle landen, alle Lutherse kerken van de wereld bij elkaar komen in Namibië, tenminste allemaal die aangesloten zijn bij de LWF, daar worden er standpunten ingenomen en actiemodellen ontwikkeld om in die maatschappij werkelijk bezig te zijn om deze zaken die allemaal ook met ons geloof en met onze zorg voor onze medemens te maken hebben aan te kaarten. En er gaan ook verslagen naar organisaties en naar regeringen als het heel specifiek nodig is dat de regeringen en de organisaties daarvan op de hoogte gebracht moeten worden. Dat zijn zeg maar de belangrijkste onderwerpen die hier besproken zijn. Tijdens de conferentie waren er deelnemers van ruim 17 landen aanwezig. Deze waren onder meer uit Noord-Amerika, Canada, de Verenigde Staten, Argentinië, Brazilië, Colombia en Venezuela.